gamefans van Nederland, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Portal 2. Aflevering 4 ondertussen. Hallo. De vorige aflevering zijn we in dit mapje blijven hangen. Nou, niet echt, we zijn gewoon gestopt. Oei? Jee, ik heb gewonnen! Nou. Hallo. Nee. Hij zwaait niet eens terug. Hey! Pak. Oh, dit robot best rijden, heerlijk. Maar oké, laten we focussen. Ja. Mag ik op groene of rode knop drukken? Ja, want dit mapje is echt een pokkenmap. En dat weten we nog van de laatste keer dat we hem gespeeld hebben. We konden hem niet helemaal meer herinneren. Maar als het goed is... Nou zijn jouw portals om naar de andere kant te springen, hè? Nee, verkeerde. Kijk, mensen thuis, de beste kijkers. De bedoeling is dus dat één iemand die wordt gelanceerd op de knop... En dat blokje wat jullie zien vliegen daar zo ergens, die gaat dan omhoog in plaats van naar beneden. Ben je erop gericht, zodat de kijkers kunnen zien, Eunt, wat jij net op, dat vergat ik even. Ja, ik moest toch even terugkomen. Ja, dat weet ik toch niet. Ja. En dan moet de ander dus, door middel van timing, met het grote portaal springen. Yay, toef, ouw. Nee, gaas, ik ben er niet eens. Oh, shit. Wow. Laat maar. Oké, eventjes zeggen wanneer je dit doet, oké? Het was gewoon voor de lols. Oké, ready? Ik ga. Nee, je gaat niet. Oh. En soms spring je mis. Oké. Nu ga ik echt. Ga dan. Yeah! Auw. Oké. En nu? Oh ja. Ik heb hem... Wat? Oh my fucking god, hoe dan? In één keer, wauw. Hey, even een Griekse ei voor mij, of niet? Perfect. Eentje, welke heb ik daarboven? De gele, oké. Perfecte timing, jongens. Perfecte timing. En nee, jongens, we hebben dit niet heel vaak gedaan. Dit is gewoon serieus de eerste keer dat we het doen. Dit is echt serieus de eerste keer. Nou ja, we hebben hem ooit wel gedaan, maar toen duurde het echt 26.000 keer voordat we hem hadden. I got the power. Au. Laat maar. Oké, even kijken. Wat moeten we nu doen? Richten we op dat dingetje gewoon voor ons? Nee, ik weet het volgens mij al, maar... Ja, richten we op dat dingetje voor ons. Oké. Daar zo? Ja. Wat doet dat eigenlijk? Oh shit, dan moet ik hem neerzetten zeker. Nee, moet hem echt richten. Ja, mijn muis doet een beetje vreemd. Maar wat gebeurt? Wow. Er gebeurt iets. Oh, dat ventilatieding stopt. Kan jij daarheen, Eunch? Ik ben er al. Ben je er al doorheen? Ja. Oh, hoe dan? Zie je die poort achter je? Ja. Daardoor. Maar, nu is het dus de taak om jou ook hierheen te krijgen. Dan moest je door een van die lasers, om door te richten. Volgens mij. Nou, het moet door een portal, want ik moet dat ding dus nu op... Oh ja, ik weet het al, want om dat ding stil te krijgen moet jij daarheen lopen. Ik moet op tab drukken, zodat ik zie wat jij ziet. Oké, ja, zie je dat ding aan de linkerkant? Ja? Jan, niet zo stressen! Doe ik wel. Ik weet hoe maar... het moet. Jij moest hem dan hier ergens op richten. Naar mij. Nee, ik kan daar niks plaatsen. Nee, je laser moet je erop richten. Hè, op dat glas? Maar nee, dat gaat wel. Dan... Jawel, dat hebben we de vorige keer ook zo gedaan. Nee, dit gaat niet. Ja, ik kan het dan niet, ik kan niet zo hoog. Oh, nee, Jan, zet de portal daar op. Daar zo. Ja, hier. Ja, en dan daar zo. Waar? Daar? Ja, trust me. Ah, en dan richten op jouw portal. Oké, ik doe wat je zegt, ik vind het best. Kijk, nou komt hij bij mij. Oh ja. Je had hem. Had ik hem? Ja. Oké. Oh wacht, ik zie hem. Iets hoger, stop. Stop, nee, gewoon richten, ik zet mijn portal wel op je laser. Oké, even wachten. Ik moet hem iets... Probeer eens naar links te richten. Ja, dat gaat niet, dan verlies je contact. Oké, wacht, dan moet ik mijn portal. Jij moet de portal gewoon iets veranderen. Oké. Nee, dat werkt dus niet. Ja, richt nou eens naar links. Je had het namelijk. Oh, some shit is happening.
Huh? Heb ik hem? Ja. Oh. Ik dacht serieus dat dit spel moeilijker was, maar oké. Ik zei al, niet zo stressen. Ja, dat doe ik wel, dat weet je. Ik ken me nou erom inmiddels. Even kijken, en daar één. En dan moet ik er zo... Wee, smack. Joink. Auw. Auw. Oké, dus dit level was makkelijker dan dat we dachten. Oké, aftellen. Hier. Waar moet ik heen? Oh, daar. Oh, aftellen. Yay. Op go. Yay. Hey. Dit level was een beetje anticlimactisch. Vorige keer zeggen we dit level was fucking moeilijk, maar nee. En Jok, waar de fuck ben jij op aan het schieten? Weet ik niet. Just shoot everything. Oh, nou wil ik cd'tje doen. Ik wil cd'tje doen. Geef mij cd. Ik wil wel vaststaan. Nou jongens, dat was het dan weer. Laatste level. Nee, grappig. Nee, zo doen we dat weer. Ga gewoon lekker door. We hebben nog tijd op de klok. Gebeurt er iets? Hij zit vast. Ga erin! Ga verder! Ja, dat is altijd gewoon zo. Ding is vaag. Maar nu gaan we dus weer... kom, ik ga dansen totdat we ontploffen. Oh, daar maar. Dat was een hele snelle dans. Dat was een hele snelle dans, ja. Dat was de quickstep. Ja. Slecht. Over quickstep gesproken. Ik snap dit loading screen nog steeds niet. Dat klopt niet, nee. Ik kan er gewoon niet over uit. Jij loopt langzamer dan mij, maar de band loopt even snel. Dus dat gaat toch niet? Dan zal één van ons door op ons bek gaan. Nou, volgens mij omdat ik veel grotere stappen neem, waardoor ik niet snel hoef te lopen. Nee, je neemt niet veel grotere stappen. De stapwijdte is ongeveer hetzelfde. Ik had het trouwens opgezocht op internet. Inderdaad, dat loading screen klopt niet. Ik had gelijk. Maar het ziet er niet zo uit, dus... Ja, nee, maar heel veel mensen hebben er wel over geklaagd, want dit spel moet over science gaan en zo. En... Ja. Oh ja, okay. We gaan nu naar 3. Dat is leuk. Naar 3 gaan is leuk. Wiii! Joink! Shit. De manier waarop je naar de levels toe gaat, wordt volgens mij ook steeds leuker. Wel bij 1 beginnen. Ja. Goed zo. Ja, waarom loop je steeds in me? Oké. Dingers 3. Hoe heet het nou? Het is geen level. Hoofdstuk 3, dat vind ik er goed. Maar dat is net alsof we een boek aan het lezen zijn. Het is staat ook nergens op. Nou ja... Een boek der wetenschap. Wij zitten in het boek. Wij spelen het boek, als het ware. Adventure Science. Oh, dat liedje van Porto 1 blijft geweldig. I'm doing science while I'm still alive. Well, you were dying, I'll be still alive. Oké, okay, dan. Oh, shit. Deze is makkelijk. Man. Mijn computer doet weer raar. Zal ik eens niet, hè? Komt u maar. Ach ja. We moeten bruggen bouwen. En nu? Ja? Even kijken. Oh, ik snap hem al. Kom eens hier. Nee! Jan, ik ken wel Mikkel, hoor. Ja, dat snap ik, maar ik had wel even een lichte hartverzakking als je het niet erg vindt. Wil jij hier een portal neerzetten? Tuurlijk. Maar waar? Oh, daar. Loop maar. ik zat vast in mijn portal. Slecht. Even kijken. Nou, dat was het. Toink. Zo. Nee, dat is altijd zo. Het level probeert je eventjes kennis te laten maken met het principe. En dan gooi je ze in een soort van vuurkuil. Joink. Yeah. Oh, weer zo'n level met timing. Oh, ik weet deze nog. Ik niet. Maar ik ook maar half hoor. Maar ik weet wel dat... Eén moet er springen en de ander moet hem opvangen met de brug volgens mij. Oh ja, daar is wel zo. Ja, zoiets. Maar wat moest er verder nog doen? Want er moest iets met een bal gebeuren. Zet de portal neer dan. Dank u. Moet er boven iets gebeuren dan? Ik ben even aan het kijken. Oh, ja, ik heb het denk ik al. Wat? Oh, nee. Ja, dat heeft geen zin. Oh, daar, ja. Daar zit die knop natuurlijk. Jij moet je portal iets lager zetten. Welke, die gele of die rode? Ja, de gele. Op dat vlak. Dank u. Nog iets lager, kan dat? Serious? Ja. Ja, dank u. Dat was geen brug. shit. Zeg. Wat? Ja, nee, de mijne moet hoger. Ja, ik snap echt.
wat je aan het doen bent. Zo. Ik ga springen. Joink. Auw. Nou komt er ergens een balletje. Ja. Ja, okay. Ik heb een balletje. Dan moet je even door je eigen portal komen. Oh nee, shit, dat lukt natuurlijk niet. Nee, wacht even. Angel. Ja? Jij moet even naar beneden komen. We moeten even de boel resetten nu. Want het is dus de bedoeling dat ik ga springen met de bal dan. Nee, jij weer ja, de wat ik dus moet doen, is ik moet even kijken hoor. Geel. Portal resetten. Hoog, zo. Ja, zodat je tegen mijn brug aanspringt. Kom maar. Dank u. Nou kan je de bal daarin brengen volgens mij, toch? Ja, dan gaat de deur open. En hoe de fuck kom kijken. Ik? Ja, jij moet even door dat... Ja, veld eigenlijk heen, zodat jij moet je poortjes op een of andere manier resetten. Ik heb al een idee. Oh, dat werkt natuurlijk niet. Shit. jij moet even terugbouwen nu. Kan je daarbij? Ja, doe maar. Ga maar. Ja, kan ik? Oké. Joink! Oh, iets te snel. Ik pak een brug voor mijn gast. Joink! Gast. Kon je hem niet wat lager plaatsen? Ja, gelukkig een robot. Ik kan niet dood. Het lukt, hè? Kunnen robots dood? Ze kunnen ontmanteld worden. Als ja, dat zie je maar. Of gedemonteerd, bedoel ik. Ontmanteld ja, gedemonteerd. Waar zijn ze dan dood? Ik bedoel, wat is dood in... Oh shit, dit kanaal wordt veel te diep nu. Daar gaan we niet meer verder. Oké, kom op. We gaan niet over dingen zoals dat praten. Mensen, niet te diep. Nee, oké. Maar even terugkomend dan of alleen robots kunnen leven. Ik weet niet of hun een leven hebben. Nou, dat is dus met die nieuwe film, die Appy of Fappy of Wappy of Dappy, weet ik veel, waar ik het over had. Waarschijnlijk was het in de livestream, ik weet niet meer. Of het was in de vorige aflevering. Ja, moet je daar op portal zetten, denk ik? Waar moet ik op? Ik neem je niet naar zo. Maar. Ja, je staat in de weg, Lou. Op de bovenste, denk ik. Doe maar bovenste, dat is het meest veilig. Bovenste? Yellow. En dan waar nog meer? Oh ja, moeten we even terug? Oké. Nee! Nice. Nou, gaan we weer je portal inzetten. Soms word ik heel erg moe van mezelf, weten jullie dat? Ja, ik ben niet de enige. Enigste is geen woord. Ja. En dan daar je rode zetten. Pieuw! Oké. En dan moet ik weer portals gaan inzetten. Dan moet ik... Oh, waar? Een blauwe paas. Nou, weer terug. Wie staat in autosleep mode? Waar is mijn afstandsbediening? Godverdamme. Daar. Heel professioneel, Jan. Heel professioneel. Waar moeten we heen? Ik heb hem niet. Wat moeten we nou doen? We moeten omste beurt portals neerzetten. Nou moet jij voor onze poorten neerzetten. En dan daarboven. Waar? Daar zo? Ja. Want dan komen we op de platform hierboven. Okidoki los. Ik heb geen idee. Ik volg gewoon instructies en ik vind het wel uit. Oh, we zijn er al. Lol. Ja. Ik dacht dat dit net wel moeilijk was. Nou, fuck it. Wij zijn gewoon pro. Maar ja, weet je wat het grappig is? Zometeen komen we ook in het stuk wat we nog nooit gedaan hebben. En dan zijn we echt pakken. Ja, volgens mij... Nee. Als we deze af hebben... Trouwens, dit is 3, hè? Ja. Ja, er zijn... Vier hebben we nog niet gedaan. Jawel. Nee. Op mijn heel klein stukje. Nou, misschien het eerste level dan, maar... Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet volgens meer. Volgens mij helemaal niet, geleden. Nee, maar het is gewoon echt heel lang geleden. Dus deze levels, die weten we ook amper. Dat we nou hier toevallig met... No problems doorheen lopen, gewoon... Ik snap ook nog steeds niet waarom dat zo is. Want ik heb echt af en toe geen idee hoe die puzzels werken. Jongens? Kon niemand de tuinman gewoon zeggen dat hij niet ontslagen was of zo? Iemand heeft dringend de snoeischuin nodig. Beste Gladys, je plekje is een beetje overwoekerd. Jan, kom even door mijn portal. Ja, ik ben al. Ik ben erbij, hè. Ik sta achter je. Dan moet je hem daar zetten. Hé? Pieuw! Dan terug door mijn portal. Ja, je weet ook niet wat je wil. Ja, duw me daar niet de halve vanaf. Daar maar. Moet hij niet op die knop drukken, daar? Oh, dan moet hij daar ergens, zodat je onder dat komt. Ja, toch? Oké, dan. Oh, I saved the day. Ik weet wel wat ik doe. Even kijken of hij eronder staat. Nee, hij moet eentje opschuiven.
Eentje verder, ja. Ja? Ga jij op... Ja, ja, dan... Druk dan op die... Heb ik toch gedaan. Kijk, oh, daarom moest jij erin. Hier was dat. Oké, ik ga hier wel staan, ga jij maar drukken. Joink! Oké, ja, nou kan je doorlopen en op dat ding leggen, denk ik. Oh, skills. Ja hoor, we doen easy het gewoon peasy. Even. Easy lemon squeezy. Oh. Oh. Yay. En wat nu? Springen. Boing! Boing. Gewoon altijd als je zo'n ding vindt, dat het boing. Boing. Komen we daar in het midden? Oh, ja, ja, ik weet het. Oh ja, we moeten zo'n brug. Ik weet hem ook alweer. Kijk, maar. Mijn portal moet sowieso zo staan. Maar jij moet hem dan ook nog eens een keer zien te blokken op een of andere manier. Oh, wacht. Ik zet mijn portal iets lager. Zodat jij jouw portal... Ja. Dus nou moet je hem dan even voor je... Ja. Dank u. Ik kom er zelf ook maar doorheen nu. Oh, ja, shit. Ja, hoe moet ervan worden? Wat? Ik moet niet door die poort springen, want dan vallen we weer gewoon naar beneden. Ja, loop maar naar beneden. Lol. Dan val je achter me. Inderdaad. Doen we dat. Ja. Nee, je duwt me er vanaf. Nou gaan we glitchen. Ik hoop dat het nog werkt. Oh ja, dat was dat trucje wat we toen ontdekt hebben, wat ik niet weet. Of dat hoorde. Is of niet, nou, in het spel. Ja, maar... Bij deze Portal 2, nou, we kicked your ass. Als jullie dit zien, repair it! Ja, maar ik denk dat we met deze glitch wel zo'n beetje deze aflevering af zullen kunnen sluiten. Ja, even kijken bij welke level we zijn. Als we bij de laatste zijn, kunnen we nog even pushen. Bij de laatste, we zijn net begonnen. We zijn net in 3 begonnen. Ja, maar volgens mij. Daar komen we voorlopig nog even niet uit hoor. Oh. Nou, dan is het weer gedaan voor vandaag. Ja, ik wil wel even kijken welk level we komen. Ja, dit is level 4. 4 van... 8, toch? Ja, 4 van 8. Doing. Oh, wat weer zo... Ik vind die springplankjes een leuke dingers in Portal. Leuk gedaan. Maar, ik denk dat we gaan afsluiten. Ja. Angel, kom eens naar beneden. Nee. Nee, je hoofd komt voor de wal, hè? Ja. Ja, oké. Ik zal het uitdruk doen terwijl Jan koppijn krijgt. In ieder geval, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat je het blijft kijken. Morgen weer een nieuwe. Die gaan we zo meteen ook alweer gewoon lekker recorden. Zo gewoon op tijd zijn met renderen en uploaden. Als je het leuk vond, geef even een likeje. Volg ons op Facebook, Twitter. Instagram hebben we ook sinds kort. En schiet op mijn hoofd en wordt er veel. Volgende keer weer. Later. Auw. Doei. Auw.